Hallo, welkom bij deze uitleg over mijn insight en dan specifiek het kopje declareren. Ik ben alvast ingelogd en naar mijn insight gegaan. Onder declareren zijn er verschillende opties om je kosten die je voor de RVKO gemaakt hebt te declareren. Om daar naartoe te gaan klik je op dit icoontje. Hieronder heb je een overzichtje met taken die nog openstaan voor jou. Taken die in behandeling zijn. En een overzicht van al jouw ingediende declaraties. Nou, hier zie je bijvoorbeeld dat er een taak voor je staat. Ik heb eerder een VOG ingediend, een declaratie daarvan. En daar heb ik een reactie op gehad van mijn leidinggevende. Dus ga ik even kijken. Nou, je geeft de leidinggevende aan dat niet juist het bonnetje hebt toegevoegd en dat die moet aangepast moet worden. Nou, ik heb inderdaad een betaalpas toegevoegd en niet een bonnetje. Dus dan klik ik op aanpas hier rechts. Haal ik het oude bonnetje weg. En selecteer ik het juiste bestand. Dan klik ik op aanmaken. En dan zeg ik opnieuw insturen in declaratie. En dan zie je dat je openstaande taken dat er leeg is. En onder inbehandeling staat je VOG bij de leidinggevende als status. Hier heb je het kopje dienstreizen. Mocht je dienstreizen gemaakt hebben. Hierbij is de mogelijkheid om meerdere dienstreizen door te geven. Dus voor de datum is het handig om gewoon de eerste van de huidige maand aan te houden. Onder dienstverband heb je de optie om het dienstverband voor jou te selecteren. In veel gevallen zal er maar één dienstverband staan. Maar het kan voorkomen dat je op verschillende scholen werkzaam bent. En dan kun je de juiste school selecteren, zodat ook bij de declaratie ook bij de juiste leidinggevende terechtkomt. Nou, hier geef je een omschrijving. Door een dienstreis te voegen, klik hier opnieuw. Eerst de locatie waar je vandaan bent gegaan. Ik hou hem nu heel even algemeen, maar je kunt hier gewoon een postcode en huisnummer opgeven. En dan rekent hij automatisch uit wat de afstand was tussen die twee. Stel dat je retour bent gegaan, wat in veel gevallen zo zou zijn, klik je op retour. En dan verdubbelt hij het aantal. Hier geef je de datum op. En de reden waarom dat je de dienstreis gemaakt hebt. Nou, stel je wil er nog eentje toevoegen, klik je weer opnieuw. Of als je eentje verkeerd ingevoerd hebt, kun je hem verwijderen. En wanneer je klaar bent, heel belangrijk om op aanmaken te klikken. Want op het moment dat je naar een ander scherpte gaat, dan ben je alles wat je ingevoerd hebt kwijt. En dan zien we ook bij inbehandeling dat mijn leidinggevende de dienstreis moet beoordelen. Dan heb je ook een kopje studiekosten. Hier kun je studiekosten declareren. Ook hier is in eerste instantie van belang om de juiste dienstverband te selecteren. Het bedrag wat je gaat declareren. Een bonnetje toe te voegen. En hier zo de eerste van de maand in te voeren. En een reden op te geven. En dan klik je weer op aanmaken. Hetzelfde geldt voor verklaring omtrent gedrag. Je selecteert het dienstverband wat van toepassing is. Je geeft de eerste van de maand op. Het bedrag wat je wilt declareren. Eventueel nog een opmerking erbij. Een bijlage, het bonnetje wat je van je declaratie. En de reden van je declaratie. En dan hebben we nog
Tot slot nog een kopje voor overige onkosten. Selecteer weer je dienstverband. De maand op waarin we zitten. En hier zo, hij staat als standaard op overige onkosten. Maar hierbij kun je iets anders selecteren ook. Bijvoorbeeld als het om verbruiksmateriaal gaat of als het te lossen moet van een bepaalde subsidie. Kun je dat hier zo selecteren. Nou, als je het allemaal weer gevuld hebt, klik je op aanmaken. En dan heb je ook kosten gedeclareerd.